Welkom bij deze tweede Wereldlichtjesdag bij Crematorium Tilburg. Het is fijn dat u er bent. Wereldlichtjesdag is een dag in het jaar waarbij we stilstaan bij alle kinderen die overleden zijn. En dat kunnen kinderen zijn die heel jong zijn gestorven, misschien nog zelfs voordat ze ooit maar één adem hebben gehaald. Of kinderen die al ouder waren, maar nog steeds kind voor hun ouders. Waarom staan we stil bij het verlies van een kind? Omdat het gewoon heel tegennatuurlijk is. Het is een ouder hoort zijn kind niet te overleven, zeg maar. Dus dat, dat gegeven, dat is aanleiding om daar een viering voor te organiseren. En mensen verbindt dat ook op de een of andere manier. Dus dat is mooi om dat te mogen doen. I'll be with you, I'll be waiting for you. On the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night, get you through the night. It'll all be right. Ik ben hier omdat ik uitgenodigd ben door Rob van Tilburg om een woordje te spreken over mijn zoon die overleden is. Kom je er overheen? Ja, die vraag is natuurlijk heel erg moeilijk te beantwoorden. Komt men daar overheen? Het is zo dat het leven is zo veranderd omdat het zijn zelfsprekendheid verloren heeft. En daardoor kun je het eigenlijk niet zeggen of je er echt overheen komt. Maar ik ga nu een stukje voorlezen uit het boek Denk het aan Annelisa. Heeft het voor u ook een speciale betekenis om hier met meer mensen die allemaal een kind of een zusje of broertje verloren hebben? Heeft dat voor u een speciaal extra gevoel? Ja, dat denk ik wel. Omdat het ook voor broers en zussen belangrijk is om nog eens aan familielid, speciaal omdat het een kind is, om die te herdenken en... met de kaarsjes en de muziek. En het is een heel sfeervol iets. En ik denk dat mensen daar, dat het voor mensen heel mooi is om dit te doen. Ik ben hier om mijn twee broers en zus te herdenken. Het is Wereldlichtjesdag. En dit gaat om de kinderen die overleden zijn. En daarom ben ik hier. Achterblijver. Blijf niet langer stilletjes wachten. Neem waar iedere gedachte. Voel ieder verdrietje, iedere pijn. Blijf echter niet langer verlangen naar dat wat nimmer meer zal zijn. En wat betekent Wereldlichtjesdag voor jou? Voor mijzelf betekent het dat je een moment met heel veel tegelijk stilstaat bij mensen die heel diep in je hart zitten. En ja, dat we daar met z'n allen aandacht aan geven, een lichtje aansteken en ja, alsof ze weer even tot leven komen, zoiets is het voor mij. I'll be with you, I'll be waiting for you. On the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night, get you through the night. It'll all be right. It'll Thank you.